In Burgemeester Undercover gaat de burgemeester van Papendrecht undercover om het probleem van hangjongeren in zijn gemeente te onderzoeken. Is er standaard bedielen, hè? Directe omwonenden van de Jobs, de jongerenontmoetingsplekken, zijn helemaal klaar met de overlast hiervan. Wij hebben ook gezegd, joh, zet hem bij de burgemeester voor de deur. Kijk hoe lang die daar blijft staan. De burgemeester is undercover als jongerenwerker in gesprek met een bewoner die helemaal klaar is met de jongeren die rondom zijn huis dealen, hangen en overlast veroorzaken. Dat Job, ja, dat is, vind ik, uitermate storend. Nou, onbehagelijk gevoel. Elke zaterdagmorgen en zondagmorgen barst het daar van de zooi. En ook al is het geen weekend, deze man wil maar wat graag laten zien waar hij zich zo boos over maakt. De parkeerplaats naast de Job, waar gedeeld zou worden door oudere jongeren. Oké, nou, er ligt wel wat inderdaad. Ja, maar dit is niet te vergelijken met hoe het normaal is. Nee. Kijk, het zakje bijvoorbeeld, dat zien we wel liggen. Er ligt er nog één. Ja. Dus daar wordt gewoon gedeeld. En dat Job zit hier achter. Ik vind dat voor gewone jeugd dit er best mag zijn. Tuurlijk, ik heb het liever een kilometer verderop, maar jeugd moet wel ergens kunnen komen. En dat vind ik ook niet erg. Als je nou een boodschap hebt voor de gemeente? Ik vind dat de politie beter toezicht moet houden. Daar gebeuren dingen waar ik niet van gediend ben. Ja. Oké. We hebben voor mij een mooi beeld. Ja, nou. En dan vraagt Robert de Wit op de valreep nog even wat deze Papendrechter van zijn burgemeester vindt. Ik heb hem niks te zeggen natuurlijk. Ik bedoel, ik heb een brief geschreven en zijn discipelen die moeten dat vertalen naar hem. Ja, de vorige burgemeester kende ik wel. Deze ken ik niet. Joh. Ik heb ook geen bemoeienis met hem. Nee, ik weet niet eens hoe die heet. Nee. Bedankt. Fijn weekend. Oké, dag. De eerste undercoveractie als jongerenwerker zit erop voor de burgemeester. Hij heeft veel klagende bewoners over hangjongeren gesproken. Best heftig om te horen, al die kritiek. Deze man en vrouw, die waren het wel een beetje zat. Ja, nee, het ging over vooral over de troep die de jongeren achterlaten. Ja. En dan met name eigenlijk nog de zorg van wat gebeurt er allemaal op die parkeerplaats. Wordt er gedeeld en we zien autootjes en we vertrouwen het niet. En de invloed op andere jongeren. Dat was voor mijn gevoel toch wel het hoofdpunt. Ik denk dat er ook drugs gedeeld wordt. Als je gedeeld wordt, is er maar één aanpak. En dat is de harde aanpak. Maar ja, als ik dealertje was, dan zouden dat de plekjes zijn waar ik heen zou rijden. De burgemeester mag even bijkomen van zijn eerste undercover. En dat geeft mij de gelegenheid zelf Papendrecht in te gaan en de inwoners te spreken over de overlast van de hangjongeren rondom de Jobs. Heb je dan veel overlast van die ontmoetingsplek voor jongeren? In het weekend, altijd. Er zijn niet alleen de jongeren, maar er komen gewoon hele groepen hier naartoe. Hè? We hebben één keer midden in de nacht, echt om 2:30 wakker gelegen. Ik heb ook niet kunnen slapen hoor, want het was weer muziek. Teringherrie uit de auto's. Tot hoe laat is dat dan? Het verschilt van 12 uur tot 5 uur in de ochtend. Durf je er dan heen te stappen om even te zeggen van jongens, mag het wel rustiger? Nou, liever niet. Het zijn meestal Marokkanen en dan... Je niet? Nee. Ze hebben een keer allemaal ruit ingegooid met de steen hier. Wij hebben al zo vaak de politie ervoor gebeld. Ja. En ja, ze doen er niet veel aan. Hè? Dat is gewoon echt overlast. Ja. Het regent klachten. De burgemeester is dan ook vast besloten om nu de hangjongeren zelf te spreken. Wat is hun kant van het verhaal? Tijd voor de tweede undercover, waarbij de burgemeester vermomd wordt. Dat is pas een pruik. De stoere biker. Ja, dat is een heel ander typetje. Rob van Buren, ben je. En wat is Rob? Wat gaat Rob doen? Rob van Buren, die is een biker. En je wil heel erg graag een huis kopen. Wat ik voorstel is dat we gewoon rond gaan rijden. Naar de plekken waar die hangjongeren zijn. En dat jij daar gewoon gaat proberen een praatje te maken. Uitvogelen waarom ze daar hangen. De burgemeester is klaar voor zijn tweede undercoveractie. Om in het hol van de leeuw te komen en de hangjongeren echt te spreken, gaat hij als stoere biker rondrijden langs diverse hangplekken. Dan heb je wel een goede ride nodig. Hey, gozer. Zo, ja, hier ga je mee op zoek naar hangjongeren. Nou, voor mij komen ze vanzelf op de dingen af, denk jij? Hij is wel stoer. Hij is wel heel stoer. Ja, ja, gaaf. Mooi tijdstip ervoor, het begint een beetje te schemeren, dus dat gaat voor mij goed komen. De burgemeester start de motoren en zoeft door Papendrecht, vermomd als motorrijder die hier een huis wil kopen. Ik volg hem op de voet vanuit de undercoverbus als hij langs de plekken gaat waar veel jongeren hangen en waar bewoners over klagen. De eerste stop is het Job op het Molenveld. Nou jongens. Waar de burgemeester al veel klachten over heeft gehoord. En inderdaad... Beetje chill hier.
Vanavond hangt er ook een groep rond. Nou, hij heeft al gelijk aanspraak. Een mooie motor, man. Ja, gaaf, hè? Ja, ik heb hem nog niet zo lang. Moet je nog even wennen? Maar het is echt wel een gave bak. Oké, de motor is een ijsbreker. Ik ben hier aan het kijken voor een woning in de omgeving. Woning? Ja, dus ik wil een beetje kijken van, is het hier een beetje leefbaar? Ik rij een motor, ik zit in de horeca, kom vaak 2-3 uur 's nachts thuis. Dus ik heb niet zoveel zin in gezeik van mensen die er melden van overlast doen. Hebben jullie ervaring hier of niet? Het is gewoon rustig, man. Ja? Ja, bepaald met een rustig dorp, hoor. Maar de mensen zelf, zeiken die hier een beetje of valt het mee? Nee, zijn wel vriendelijke mensen. Af en toe natuurlijk wordt er wel een melding gemaakt dat er een beetje overlast is, want het is een job. Veel jongeren komen hier. Is dat een probleem? Worden jullie overal weggestuurd? Ik word nergens weggestuurd. Je mag hier, kijk, voorheen mocht je gewoon chillen, toch? Mocht je blowen, mocht je drinken, ja. De jongeren chillen hier gewoon in de weekenden, toch? Eindstand, nu mag je niet meer drinken. En ja, blowen wordt nog wel alsof toegestaan, maar je wordt toch weggestuurd. En de gemeente, doet die de goede dingen voor jongeren? Ik weet niet echt, man. Ik ben er niet echt mee. Ik denk niet echt dat de gemeente iets doet. Huh? Wat kunnen ze doen? Ja, dat weet ik niet. Het enige wat ze kunnen doen is... Ik zou daar helemaal geen oplossing weten, man. Ze kunnen niks doen, ze doen niks. En dan. Als je daar natuurlijk echt naast woont, snap ik wel dat je dat misschien vervelend of zelfs intimiderend vindt. Hey, top. Hey, dankjewel. Ja, fijne avond. Hoi, hoi. Fijne avond. Op naar de volgende plek waar bewoners veel overlast hebben van hangen. Het park vlakbij het winkelcentrum. Laten die jongeren er nou vanavond weer hangen. De burgemeester zit lekker in zijn rol als biker en gaat er direct op af. Hoi. Hey. Jullie wonen hier, of niet? Ik wel. Oké. Okay. Ik zit hier in de buurt, kom ik waarschijnlijk wonen. Dus kijken of het een beetje chill is hier. Hij is in ieder geval in gesprek met de hangjongeren. Nou, dat vind ik al heel erg knap. Maar het is natuurlijk gewoon heel erg lastig. En aan wie kan je het beter vragen aan de jongeren die er aan toe? Toch? Ik denk dat hier een perfect niet hoor. Huh? Het is druk en niet rustig. Nee, dat is ja. Lekker. Chill. Maar er is niks te doen voor jullie niet ja. Bedoel je? Ja, voor ons. Maar ja, we zijn jong toch. Dus de gemeente laat een beetje liggen hier? Zo. Of niet? Ja, voor die heeft geen keuze te doen, maar je moet gewoon zelf maken, toch? Ja. Maar ja, dan is dit toch een perfecte plek, of niet? Nou, dat mag niet, eigenlijk. Ja, als je wij mogen hier niet staan. Dan krijgen we of boetes of we de weg gestuurd of wat dan ook. Hij kan ze ook niet rechtstreeks gaan vragen, zorgen jullie voor overlast? Want het is toch een beetje raar. Dus hij doet er echt alles aan, probeert het te vragen. Maar het is heel, heel lastig om van hun te horen wat hij wil horen. We zijn geen dieren, hoor. Met ons kun je gewoon normaal praten. En als je met ons wilt praten. Maar durven bewoners dat niet? Of willen ze het niet? Of... Wie weet, ik weet het niet. Ik kan niet in de gedachten van mensen. Ja, dat krijg je ja, als je niemand normaal benadert, dan ga je ook niet normaal benaderd worden. Ja, dan krijg je ruzie en dan is er overlast en is er gezeik. En dan? Maar het is overlast, toch? Ja, niet hier of zo, maar andere plekken. Oké. Okay. En wat doen jullie nou de hele avond? Gaan een beetje hangen? Of is het indrinken en dan stappen? Nee, meestal zitten we hier gewoon. Maar verder zijn er geen feesten of zo hier? Nee, hier ja, voor jongeren is hier vrij weinig te doen, zeg maar. Ja, er wordt gewoon weinig gedaan voor de jeugd, zeggen ze. Er wordt toch niet naar ons geluisterd. Dat is de andere kant van het verhaal. Ja, burgemeester. Hey, top. Yes. Dankjewel, jongens. Hey, fijne avond. Hoi, hoi. Hoi. De burgemeester gaat naar de volgende locatie, de Lange Tientweg, waar ook een job is. Hier is recent een nieuwbouwwijk direct tegenover het job gebouwd. En sinds de nieuwe bewoners erin zijn getrokken, worden er veel meldingen van overlast van hangjongeren gemaakt. De burgemeester wil deze jongeren absoluut spreken. Hey jongens, mag ik wel vragen? En de motor? Die blijft een ijsbreker. Dat is toch gewoon 1000 cc, zo'n motor? Ja, ja, ja. Ja, dit is wel een bak, hoor. Ja. En dan denk ik dat ik met mijn scooter snel ben. Hij is wel goed in, hoor. En die motor die werkt ook echt top. En jij weet het hier. Zijn het een beetje zeikers hier die wonen? Als ik om 2 uur 's nachts van de kroeg thuis kom, dan denk ik... Oh, nee, hoor. Ziet er niet echt oud uit? Ja, die staan er pas net. Dus ja, echt okay. Een maandje denk ik of zo pas. Dus. Want normaal hadden we niet, van niemand overlast door ons natuurlijk. Maar nu is het wel. En hier staan vaak de auto's s'avonds. Dus als ik daar woon, heb ik overlast van jullie? Ja. Elke avond door de straat heen. Toeterend door de straat heen. Maar hij probeert het op alle mogelijke manieren. Ze zijn toch ook bereid om met hem te praten. Tuurlijk, ja, het gaat allemaal van... Ja, weet je wel, rustig, dit, dat. Maar heel langzaam krijgt hij links en rechts toch wel dingetjes te horen... waar hij volgens mij iets mee kan. Wat is hier verder veel te doen? Ja, nee, in principe is hier bijna niks. Oké, okay, hey, bedankt voor de info. Geen probleem. Top. Fijne avond nog. Hetzelfde. Oké. Hoi.
En het wordt ook wel elke keer duidelijk dat er gewoon niet heel erg veel te doen is in Papendrecht. Ook een puntje. Nog een laatste rondje op de motor en dan is de burgemeester echt klaar met zijn undercover operatie. Hij heeft iedereen gesproken, van klagers tot hangjongeren. Ik wacht hem op aan de rand van Papendrecht. Je deed het echt supergoed. Ja, ja, nee, de gesprekken die ik heb gehad, die varieerden van goed aanspreekbaar tot uitermate beleefd. Dus. Vanavond hebben we er weinig van gezien van de overlast, maar het zal niet altijd zo zijn. Nee, nee, dat geloof ik ook niet. Want het zijn natuurlijk ook wel plekken waar we als gemeente weten dat we overlast hebben. Nou hoorde ik een aantal van de jongeren zeggen, er is ook weinig te doen in Papendrecht. Ja, daar kunnen we wel wat aan veranderen. Ja, met de jongeren eventueel kijken van, wat kunnen we wel doen? Want misschien dat we op dat gebied ook nog dingen kunnen verzinnen. Maar het is kwestie van met jongeren werk, met jongeren kijken van, wat past in hun belevingssfeer? Dus je moet die jongeren gewoon zelf aan het woord laten. En misschien willen ze dat en misschien willen ze dat niet. Maar dat is zeker een nieuwe poging waard. Je kan er nog even een nachtje rustig over slapen. Ga ik zeker doen. Ja, ja, morgen gewoon zo naar je werk. Op zich is het wel leuk om zelf een keer te verschijnen op mijn werk, denk ik. Maar of ik zo een raadsvergadering moet leiden, daar zullen ze minder blij mee zijn. Ja, okay. Dankjewel voor de kans in ieder geval. Ik zie je snel. En tot de vervolg. Ik ga direct aan de slag, want ik wil koste wat het kost de hangjongeren van Papendrecht uitnodigen op het gemeentehuis om verder in gesprek te gaan met de burgemeester en natuurlijk ook met de klagende omwonenden. Dag mannen. Hoi. Hoi, ik ben Dennis. Alles goed? Hey, dat is de YouTube. Ja, dat ben ik. Nou ja, als het mag. Ik wil jullie wat vragen stellen. Hey, geen foto's maken alsjeblieft, ja? Vraag het netjes. Hey, wat? Ja, dat is goed, joh. Dat is goed. Ja, maar oké. Het gaat over plekken zoals dit, waar je gewoon lekker een beetje kan hangen. Maar dat er dan omwonenden zijn die daar af en toe een beetje over lopen te klagen. Of dat terecht is of niet. Oh, dus er wordt nooit wat geregeld. Ja, dan weet ik niet waarom we moeten hangen. Nee. Begrijp je? Nee. We kunnen moeilijk ook rondjes gaan lopen. Ja. Is in Papendrecht geen enkele voorzieningen voor de jeugd? Ja, dat heb ik nou een paar keer gehoord, inderdaad. Meneer, mag ik wat zeggen? Ja. Wij staan hier nu al zeker hoe lang? 25 jaar. Die huizen staan hier nog ineens drie maanden. Maanden. Stond die muziek hard aan? Nee, ik voel het niet. Nee, toch? Nee. Dat is elke keer zo. Kijk, weet je wat nou een beetje het probleem is? Ik heb het gevoel dat die burgemeester niet vindt dat deze plekken er moeten zijn. Maar hij krijgt het niet voor elkaar om jullie te spreken. Het is wel wat beter dan die van ouder, ja. Die ouder. Want deze wil praten, deze wil oplossingen zoeken. Maar waarom gaat het gesprek dan niet met hem aan? Ik wil best gesprek met hem aan, maar ja. Nou, morgen. Kom je even naar het gemeentehuis, kom je praten. En ik ben er morgen. Ja? Oké, jongen. Dan krijg jij een brief van me? Nee. Zie ik je morgen. Nou, ik heb een grote groep gasten gesproken. Ze wilden absoluut niet op camera. Ze zeiden wel een paar mooie dingen. Van, we zitten hier al 20 jaar en opeens zijn er allemaal huizen omheen gebouwd. We krijgen ook niet echt een andere plek waar we kunnen chillen. En ja, overlast. We bezorgen eigenlijk niet zo heel erg veel overlast. Na een hele tijd heb ik er één gevonden, Ricardo. En die zegt, ja, ik wil morgen wel met de burgemeester praten op het stadhuis. Hoe groot de kans is dat hij er is, dat zien we morgen. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.